Tweede woord. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, degene die in het onwaarneembare geloven. Koran 2:3. Als je wilt begrijpen wat voor een geluk en gunst, hoeveel genot en verlichting er zich in het geloof bevindt, luister dan naar deze parabel. Op een dag gingen twee mannen voor hun plezier, maar ook voor de handel op reis. Eén van hen was baatzuchtig en ongelukkig. Hij ging de ene kant op. De andere man was vroom en gelukkig en ging de andere kant op. Omdat de baatzuchtige man egoïstisch en pessimistisch was, kwam hij terecht in een land dat in zijn ogen zeer slecht was. Overal zag hij wanhopige zwakkelingen jammeren omdat ze gegrepen werden door verschrikkelijke tirannen die alles verwoesten. Op iedere plek waar hij kwam, trof hij een soortgelijke, hartverscheurende toestand aan. Tevens zag hij dat heel het land de gedaante van een algemene rouwplaats had aangenomen. Om deze pijnlijke, duistere beleving niet langer te hoeven ondergaan, zocht hij zijn toevlucht in de dronkenschap. Niet langer wilde hij iedereen beschouwen als een vreemde of een vijand. Ook wilde hij niet langer telkens en overal geconfronteerd worden met vreselijke lijken en hopeloos huilende wezens. Zijn geweten werd hierdoor namelijk onophoudelijk gekweld. De andere man had oodsbesef, was vroom, godsdienstig en rechtschapen. Hij kwam in een land terecht dat in zijn ogen heel mooi was. Deze rechtschapen man zag juist in het hele land een groot feest. Hij zag overal festiviteiten vol van blijdschap. Overal werden met verheuging en enthousiasme de namen van God geprezen. Iedereen werd door de vrome man gezien als een vriend, een familielid. Hij zag dat in het hele land een feest voor de collectieve dienstbeëindiging aan de gang was met uitingen van gejuich en tevredenheid. Hij hoorde tromgeroffel en muziek tijdens iedere vreugdevolle oproep met de uitingen van de grootheid en de eenheid van God. In plaats van de kwelling die de vorige, ongelukkige man ondervond door het verdriet van hemzelf en dat van het hele volk, werd deze gelukkige man opgelucht en verlicht door zijn eigen vreugde en dat van iedereen uit zijn omgeving. Daarnaast dreef hij goede handel en was God zeer dankbaar. Na een poos kwam de rechtschapen man de andere, egoïstische man tegen. Hij begreep de situatie waarin hij verkeerde en zei tegen hem: "Zeg, ben jij je verstand verloren? Je innerlijke slechtheden moeten naar buiten weerspiegeld zijn waardoor je het lachen als huilen en de dienstbeëindiging als bestelen en als plunderen hebt ervaren. Kom tot bezinning, reinig je hart, opdat deze ellendige sluier voor je ogen wordt opgeheven en je de waarheid kunt zien. Want, een land van een absoluut rechtvaardige, barmhartige en machtige koning die alles goed ordent, genadig is en zijn onderdanen goed onderhoudt, een land dat tevens in zulke mate de tekenen van vooruitgang en volmaaktheid laat zien, kan niet zo zijn zoals jij je dat verbeeldt." Hierna kwam die ongelukkige man tot bezinning, had berouw en zei: "Ik was inderdaad door mijn dronkenschap mijn verstand wijdgeraakt. Je hebt me verlost van een helse situatie. Moge God jou goedgezind zijn. O mijn ziel, weet dat de eerste man een ongelovige of een achteloze zondaar is. Deze wereld is in zijn ogen een algemene rouwplaats. Ieder levend wezen is een wees die weent vanwege de tegenslagen. Vanwege het uiteengaan en het tenietgaan van al zijn geliefden. Dieren en mensen zijn wezens zonder een baas, die door de klauwen van de dood worden verslonden. De grote schepselen zoals bergen en zeeën zijn als zieloze, erschrikkelijke lijken. Zeer pijnlijke, benauwende en angstaanjagende waanvoorstellingen zoals deze vloeien voort uit ongeloof en uit misleiding van de ongelovige mens, ze kwellen hem van binnen. De andere man is een gelovige. Hij kent en erkent God. In zijn ogen is deze wereld een gedenkplaats van God, de Barmhartige. Het is een leerschool voor mens en dier en een plaats van beproeving voor de mens en djinn. Het overlijden van alle mensen en dieren ziet hij als een dienstonderbreking. Degenen die hun levenstaak afmaken, gaan met een spirituele voldoening van deze vergankelijke plaats naar een andere, probleemloze wereld, zodat er plaats vrijkomt voor nieuwe dienstplichtigen en ook zij hun taak kunnen vervullen. Wat de geboorte van ieder mens en dier betreft, het is een dienstaanvang, het begin van een dienstplicht. Ieder levend wezen is een vreugdevolle soldaat met een taak, een tevreden ambtenaar op het rechte pad. Alle geluiden zijn of het gedenken van God en het kenbaar maken van zijn volmaaktheid tijdens de dienstaanvang of het zijn dankbetuigingen en opluchtingen die ontstaan na de werkbeëindiging of het zijn melodieën die voortkomen uit het vreugdevol.
Op bepaalde essentiële punten zijn ze anders dan de mens. Het meest belangrijke punt is hun oorsprong. De substantie waaruit de djinn werden geschapen is niet dezelfde als die van de mens. Allah deelt ons in vele Qur'an-versen mee dat hij de djinn heeft geschapen uit gloeiend vuur. De mens is geschapen uit water en aarde. De vertalers functioneren. Ieder schepsel is in de ogen van de gelovigen een vriendelijke dienaar, een bevriende ambtenaar, een mooi geschrift van zijn vrijgevige heer, zijn barmhartige eigenaar. Vele waarheden zoals deze die zeer fijn, verheven, aangenaam en prettig zijn, worden zichtbaar en komen tevoorschijn door het geloof. Dus het geloof bevat een spiritueel zaad van de Tuba-boom, van het paradijs en het ongeloof bevat het zaad van de zakkenboom van de hel. Dus rust en vrede is alleen maar te vinden in de islam en het geloof. Daarom moeten we altijd zeggen, alle lof aan God daar hij ons de islam en het volmaakte geloof heeft geschonken. Aanhalingsteken. Opmerkingen. Djinn zijn een onderdeel van Allah's schepping, onzichtbare wezens die aan bod komen in de Qur'an. Ze zijn anders dan de mens en de engelen. Ze hebben echter met de mens enkele eigenschappen gemeen, zoals verstand, onderscheidend vermogen, vrijheid en het vermogen te kiezen tussen het goede en het kwade. Tuba-boom. Dit is een boom in het paradijs waarvan de wortels in de lucht en de takken naar beneden hangen. Zakkenboom. Dit is de naam van een boom in de hel. Door je te abonneren op ons kanaal, kun je op de hoogte worden gehouden van nieuwe video's.